Welkom allemaal. Welkom in Heerlen. Welkom op de 5e editie van de Dag van de Stad. Elke ochtend als ik wakker word, begint mijn toekomst. Dit citaat van jazzlegende Miles Davis hoort voor mij bij de stad. Juist de drukte van de stad. Het samen zijn van zoveel verschillende mensen geeft energie en zorgt voor zin in de toekomst. Deze woorden passen ook goed bij de ommekeer die hier heeft plaatsgevonden. Toen de mijnen in 1974 sloten, leek de toekomst van Heerlen er somber uit te zien. De stad verloor niet alleen haar economische motor, maar ook een beetje haar ziel. En tegenwoordig heeft Heerlen weer kleur op de wangen. Het heeft de transitie naar een nieuwe economie succesvol ingezet, met haar blik gericht op de toekomst. Dat ervaart u zelf als u om me heen kijkt hier in het prachtige maankwartier. De stap naar de toekomst kun je niet in je eentje zetten. Dat lukt alleen als je samenwerkt. Samenwerking is ook de enige manier om de oplossingen te vinden voor de grote vraagstukken van onze tijd. Zoals de klimaatverandering, de energietransitie, het tekort aan betaalbare woningen. Daarbij versterken wij als Rijk graag de kracht van de regio. En zo'n samenwerking zien we hier in Parkstad Limburg, waar 7 steden uit de regio, waaronder Heerlen, hun krachten bundelen. Deze samenwerking strekt zich ook uit over de grens met steden als Aken en Luik. Heerlen ligt niet in een uithoek van ons land, maar midden in Europa. We zien ook samenwerking in de stad tussen bedrijfsleven, wetenschap. Met de Brightland Smart Services Campus is Heerlen toonaangevend op het gebied van data-gedreven toepassingen. De stad waar ooit de mijnen stonden, is nu een stad vol innovatie. En dankzij IBA Parkstad krijgen projecten die de brede welvaart in de regio stimuleren een inhoudelijke en een financiële impuls. En zij geven Parkstad een nieuwe toekomst. Als u deelneemt aan een van de excursies, leert u nog meer voorbeelden kennen van partijen die samen optrekken. Het zijn voor stuk initiatieven die Heerlen economisch en sociaal sterker maken. Initiatieven die ook inspireren voor het werk in uw eigen stad. Want vandaag leert u niet alleen van het verleden van Heerlen en van Parkstad Limburg. Vandaag leert u ook van elkaar. Door samen te luisteren naar experts, op excursie te gaan en één op één ervaringen te delen. Dus laten we allemaal proberen elke dag wakker te worden als Miles Davis. Omdat elke dag opnieuw onze toekomst begint. Ik wens u een fijne en inspirerende dag toe.